Gelijk al de term complotdenkers van. Ja, maar dat is altijd, hè? Want je hebt, Tuurlijk. zeg maar, ik zag een andere keer ook een vergelijkbare kop, waar dan inderdaad ook was van complotdenker, puntje, 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 veroordeeld. En dan ga je dat, en dan denk je van, oh, er is een complotdenker voor dat. Dan denk je van, what the fuck? En dan ga je lezen wat die persoon daadwerkelijk gedaan heeft. En dan is hij gewoon veroordeeld voor bedreiging of geweldpleging of zo, weet je wel? En dan, maar dan wordt, zeg maar, strafbare feit wat hij gepleegd heeft, dat wordt niet in de headline genoemd, maar er wordt Ja. genoemd hoe hij gelabeld wordt door de media en door de maatschappij. Dat is hoe hij gedefinieerd wordt, niet dreiger of geweldspleger. Nee, complotdenker. 1984 verwijzingen beginnen een beetje een trend te worden. Alleen als het zo zou zijn, zoals het dan staat beschreven, dat iemand wordt veroordeeld voor complotdenken, dan is dat letterlijk een thought crime. Ja, dat is een thought crime, ja zeker. Gewoon, dat is letterlijk gewoon de gedachtenpolitie komt je halen. Gewoon, als je als complotdenker Nou ja, veroordeeld. dat is dus nog niet zo, alleen het wordt wel heel erg, misschien niet per se juridisch zo in elkaar gedraaid, maar zeker wel sociaal. Van als iemand een complotdenker is, get a lynching mob ready. Terwijl, Ja. als je puur semantisch ernaar kijkt, een complotdenker is iemand die denkt over complotten en complotten bestaan. Want dat is gewoon letterlijk dat mensen samen afspraken maken om iets voor elkaar te krijgen om hun belangen te bevorderen. Nou, dat Je komt zou voor. kunnen beargumenteren dat wij nu, het feit dat wij afgesproken hebben om dit nu te doen en het dan in de wereld te slingeren, dat dat een complot is. Bedoel, Dat kan je, dat. je kan het vrij makkelijk argumenteren, ja. Want het bestaat uit kom van samen en plot van plannen. Dus Ja. het hele woord betekent niks, of het betekent gewoon mensen die andere theorieën hebben over hoe dingen gaan dan wat het officieel goedgekeurde narratief is. En dat kan, dat spectrum dat begint ongeveer bij anti-establishment theorieën over economische machtsverdeling en het eindigt bij insane science fiction-achtige theorieën over interdimensionale demonen en zo. En dat wordt allemaal op dezelfde hoop gegooid. Ja, dat is echt. Iedereen is Alex Jones eigenlijk. Ja, precies. Complotdenker is. Geloof je dat lobbyorganisaties bestaan? Alex Jones. Fucking subbed op Infowars, bitch. Ja. Goed, dat vindt het Openbaar Ministerie blijkbaar ook.